goedemorgen allemaal. Hier in de zaal, maar ook thuis, als je later deze dienst terugkijkt. Het is vandaag Pinksteren. De dag dat we terugdenken aan het feit dat de Heilige Geest uit de hemel gekomen is. En dat hij in ons is komen wonen. En we vieren dat heel veel jaren. En ik moest vanmorgen er zo aan terugdenken van hoe groot is ons verlangen op dit moment om nog steeds het werk van de Heilige Geest te zien in ons leven. Weet je, als we terugdenken aan de tijd dat de Heer Jezus, dat is 50 dagen geleden, dat de Heer Jezus opstond uit het graf. Een bijzonder getuigenis voor de discipelen dat hij die dood was, dat hij levend was gewonnen. Dat de dood overwonnen was op dat moment. En daarna heeft hij nog 40 dagen met zijn discipelen heeft hij rondgelopen. En dan lezen we in de Bijbel dat hij onmiskenbaar veel, eigenlijk groot in aantal staat er, ontzettend veel wonderen en tekenen heeft gedaan. En hij heeft gesproken over de dingen van het Koninkrijk van God. En ik dacht me eigenlijk zo van waarom heeft Jezus zo 40 dagen nog met zijn discipelen op moeten trekken. En ik geloof, weet je, we kunnen het niet lezen, hij heeft zich laten betasten, hij heeft vis gegeten, dat staat er. En hij heeft onderwijs gegeven aan zijn discipelen. Maar om iemand uit de dood te zien opstaan, voor ons nu, als we dat lezen, is dat heel gewoon. He, wij weten, Jezus is opgestaan. Maar ik kan me zo voorstellen dat er voor die discipelen in die tijd toch iets anders lag. En ik geloof dat Jezus 40 dagen die discipelen onderwezen heeft, en om te bewijzen dat hij het was. Dat hij het werkelijk was, dat er nul twijfel was. Geen enkel wantrouwen, maar ze geloofden, dit is Jezus, die gekruisigd is en die is opgestaan. En daarom hadden ze een verhaal naar de rest van de wereld toe. En dan 10 dagen geleden, met de hemelvaart, dan denken we terug aan de tijd dat Jezus naar de Vader ging. En toen gaf Jezus zijn discipelen de opdracht om Jeruzalem niet uit te gaan. Maar blijven wachten op de belofte van de Vader. Wat dat dan ook mogen zijn. Kijk, wij weten nu wat dat is. Maar voor hun was dat natuurlijk totaal iets anders, iets onbekends. En dan zien ze dat het woord wachten wat de Jezus hier gebruikt, dat ze moeten wachten op wat van de Vader is. Dat woord, dat is een actief wachten. Dat is niet zo van, nou ja, we zullen wel eens even kijken wat er gaat komen. Maar het is een actief wachten met een verlangen dat ze iets supermoois zouden krijgen. Ze verwachten ook echt iets te ontvangen, zeg maar. Ik weet niet hoe wij vanmorgen samengekomen zijn. Ik weet niet hoe jullie thuis op de bank zitten. Maar kunnen we nog verwachten, actief verwachten, dat God iets moois gaat doen in ons leven? En dan zien we dat ze teruggaan, eensgezind, naar de bovenkamer waar ze bidden en smeken. En dat is niet dat ze op hun knieën vallen en God uit de hemel bidden. Maar dat is dat ze eensgezind staat er, één van geest, allemaal met hetzelfde verlangen. Dat ze met hetzelfde verlangen zich richten op God. Om echt iets van hem te verwachten. En dan is het Pinksteren. Dan is het de eerste Pinksterdag. En dan stuurt God zijn geest naar ons persoonlijk. Een nieuwe tijd, een nieuw begin in de schepping. Dat Gods geest zichzelf verbindt aan jou en aan mij. Dat hij in jou en mij kan wonen. En ik geloof dat dat zo ontzettend mooi is. Dat we nu kunnen communiceren één op één met God. Maar God ook met jou. God kan door zijn geest jouw weg leiden. Hij kan door zijn geest iets in jouw binnenste brengen. Het is zo mooi dat de Heilige Geest gekomen is. En dat wij God kunnen leren kennen zoals hij werkelijk is. Een God van liefde, niet van oordeel, niet van wetmatigheden, maar van genade, van trouw, van goede tierenheid. Die altijd voor je is. Die je nooit in de steek zal laten. En ik hoop, als we straks die paar liederen nog gaan zingen voor dat Daniel, welkom, fijn dat je er bent. Geweldig om jou weer in ons midden te hebben. Maar ik hoop zo dat die liederen die we gaan zingen, dat die een verlangen in je hart kweken, om daadwerkelijk de woorden die God door Daniel heen gaat spreken vanmorgen, dat die iets voor jou persoonlijk te zeggen hebben. Dat jij vanmorgen hier samenkomt en dat we God mogen ontmoeten. Laten we gaan staan en dan gaan we bidden. Vader God in de hemel, heren, we willen ervoor kiezen deze morgen om uw tegenwoordigheid binnen te stappen. Heer, we willen ervoor kiezen deze morgen om u te ontmoeten. Heer God, we willen u deze morgen alle ruimte geven, heren, zodat uw geest daadwerkelijk kan doen, heren, wat hij wenst te doen vanmorgen. Heer, we willen u eren. Heer, want u bent goed, u bent trouw, u bent liefdevol, u bent genadevol.
Vader, het is zo goed om u te zien en u te ervaren deze morgen. Heer, en zo willen we ons op u richten. Heer, als alles om ons heen, Heer, zo kan tekeer gaan, kan wankelen, situaties die beroerd zijn, maar bij u is rust en vrede, liefde en vreugde te vinden. Blijdschap. Heer, en daarom willen we vanmorgen ons moment richten op u, om het van u te ontvangen. Heilige Geest, leg Daniel de juiste woorden in de mond die vanmorgen gesproken moet worden. Heilige Geest, geef ons allemaal een luisterend oor en een open hart, Heer, zodat we kunnen ontvangen wat u vanmorgen voor ons heeft gereed gemaakt. Heer, zo willen we heel deze ochtend hier in uw handen leggen. Uw zegen uitspreken over het aanbiddingsteam. Heer, dat ze Heer, onder uw leiding de nummers zullen spelen. Heer, en u de eer zullen geven. We zegenen Daniel, Heer, dat hij de woorden zal doorgeven die u op zijn hart legt. Heer, en we gaan verlangend uitkijken om van u vanmorgen iets te ontvangen. Heer, zo willen we u de eer geven deze morgen. In de naam van Jezus. Amen. Een gezegende dienst allemaal. Zal hij prijzen, hij is
Thank you.
Zeg maar, met handen hef ik ook mijn hart tot u. En een houding aan te nemen waar we gewoon onze handen heffen is. Een houding waar het open hart is. Hou Geest, u bent welkom. U bent welkom in ons midden. We bidden dat uw huis vervuld zal zijn met uw glorie. Vader, we bidden dat u ons huis zal vervullen met uw glorie. Vader, dat we vol zullen zijn voor u, dat er overvloeiing is aan toe. In de naam van Jezus. Vader, we willen ons openstellen voor wat u vandaag wilt doen. Vader, we willen openstellen voor wat u vandaag wilt spreken tot ons hart. Vader, vul dit huis. Zullen we zingen? Leiden, wat jullie gebracht hebben. En Gods hand rust op jouw leven, jongen. Ik weet niet of je het al weet, maar ik zat even te kijken en ik geloof dat God echt jou wil gebruiken, ook in aanbidding. En op dit moment heeft de drummer de Q-mic, maar ik zag het gewoon voor me. En hoe heet je? Tymon. Ja. Ik zag gewoon op een gegeven moment, ik zag de dag komen dat jij de Q-mic gaat hebben. Ik zag gewoon dat God jou gaat verder brengen in je muzikaliteit, in jouw aanbidding. Dat je muzikaal leider mag staan, dat je leiding gaat nemen en dat je muzikanten mee gaat nemen in de stroom van mijn aanbidding. Dus zet door. Blijf investeren in een goede snizzel. Blijf oefenen, want God wil je gebruiken, Tymon. Dankjewel. Nou, mooi om hier te zijn en wat een fantastische zaal en ruimte hebben jullie gekregen. Vorige keer, een paar jaar geleden, was ik in een schoolzaal of aula of iets dergelijks. Heel andere setting. En het is goed om bij jullie terug te zijn. En dank ook aan Wilma en Judith en de leiderschapsteam ook voor jullie uitnodigen om hier te mogen zijn. En in september mag ik inderdaad de bruiloft van jullie zoon Misha en Jacqueline ook leiden in Rotterdam.
En het is goed om hier te zijn. En ik heb even een paar PowerPoints meegenomen. Ik had al vermoeden dat de kinderen in de zaal zouden zijn. Dus ik heb mijn best gedaan om het visueel interessant te houden voor jullie. Kijk, so, dit is ons gezin en, in Duitsland. En ik heb 4 kids, 2 dochters, 2 zonen, 2 tieners, 2 jonkies. De kleinste is 5, wordt 6. Dus we hebben alle dynamieken in huis. De oudste wordt al 20, die is op kamers, heeft een rijbewijs, studeert. En de jongste die is blij dat hij zonder zijwieltjes kan fietsen, zeg maar. Maar dit is ons gezin en wij mogen leiding geven aan de Europort International Church in Rotterdam. In het hartje van Rotterdam, de groeiende gemeente ook met de fulltime en de parttime bijbelschool. En het is fantastisch ook om aan andere gemeentes te komen, om hier te zijn en te bouwen in Zuid-Holland. En bouwen wat God aan het doen is, ook in Nederland. En ook in mijn voorbereiding op deze dienst. En heel vaak als ik wil focussen, heel vaak als ik wil even met God wil connecten, ga ik hardlopen. Dan ga ik hardlopen en dan trek ik mijn schoenen aan en dan ga ik lopen. En dan ben ik in mijn zone met God. Geen kinderen, geen afleiding. Gewoon mezelf, kilometers en God. En God begon te spreken. En ik geloof dat ik een woord heb voor jullie als gemeente. Dus mag de volgende slide op. En de volgende slide heeft alles te maken met wat God tegen jullie als gemeente ook wil spreken. En de kids, Nemo. Ja, dit is de dienst. Alle kids gaan dit onthouden. Dat is de dienst met Nemo, weet je. En wie kent Nemo? Wie heeft de film gezien? Ja, precies. En ik geloof dat dit ook een dynamiek is wat in Nederland gebeurt. Überhaupt onder de kerk van Nederland. Maar ik geloof ook dat God ook dit specifiek gaf ook als woord bemoediging voor jullie als gemeente. En als je de boek Handelingen leest, lees je ook hoe God de eerste gemeente opgericht had. En daaruit voort, als je dat een beetje leest en bestudeert, daar is ook een model, wat ze noemen de two-winged church. De gemeente met 2 vleugels. En ik dacht van ja, een vogel, dat is leuk, maar Nemo is veel leuker. En waar je over moet hebben is dat de lijf, dat is de grote samenkomsten. Hey, dat is waar wij nu vandaag zijn. Iedereen komt bij elkaar. Nou, nu is het natuurlijk wel lastig, maar normaal gesproken zou iedereen bij elkaar komen. Er is een grote viering van wat God aan het doen is. Er is aanbidding, iedereen komt bij elkaar. Maar zoals de vogel, maar ook Nemo, zijn er 2 vleugeltjes die aan vastgaat. En als je de volgende slide, oh, dat is hem. De 1 is onderwijs. Hey, het staat in de handelingen, ze kwamen bij elkaar in de tempel en ze waren toegewijd aan het onderwijs van de apostelen. En onderwijs is een belangrijk pijler, ook een bouwsteen van gemeente. En als je ziet, zoals bij Nemo, die vleugel is goed ontwikkeld. En in Nederland, over het algemeen, zijn wij prima met samenkomsten en onderwijs, leraren zat. En die is goed ontwikkeld. Maar het andere vleugel is Ecclesia, of als een ander woord, de thuisgemeente. Er staat ook, de eerste kerk kwam bij elkaar in een tempel, ze waren toegewijd onderwijs en ze braken brood bij elkaar thuis. Hadden alles gemeenschappelijk. Maar in Nederland over het algemeen is die ecclesia, de thuisgemeente of de life groups, hoe je het ook wil noemen, is vaak onderontwikkeld. Dit is de plek waar relaties gebouwd worden, waar mensen uit kunnen stappen in de gaven van de geest, die kunnen leren. Relatie wordt gebouwd en eigenlijk de bediening begint. En heel veel kerken in Nederland, die hebben een samenkomst en zijn sterk in onderwijs. En om eerlijk te zijn, ze hebben rondjes gezwommen rondom onderwijs en rondom samenkomsten. Maar wat ik geloof dat God aan het doen is in Nederland op dit moment, in de kerk. En ik geloof dat ook God in dit huis in doen, ook in Europort waar ik voorganger mag zijn, is de ecclesia is sterker gemaakt. Wij werden gedwongen, omdat we niet bij elkaar konden komen, om bij elkaar thuis te komen. Naar elkaar om te zien. Om het leven te delen, brood te delen, ons geloof met elkaar te delen. En relaties zijn versterkt. Bediening is versterkt. En de ecclesia is in de kerk van Nederland is sterker geworden. Maar ik geloof dat het Gods hart is voor de kerk. En ik geloof dat Gods hart is voor jullie. Dat wij niet weer teruggaan naar onderwijs en samenkomsten. Maar dat wat God gebouwd heeft in ecclesia, dat het behouden mag worden. Ik hoor wel eens mensen zeggen van ja, hey, dat was fijn, we hebben thuiskerk alles gedaan, maar nu kunnen we eindelijk weer terug. Ik geloof niet dat God dat per se
wil. Want dat zal teniet doen aan wat God gebouwd heeft in dit seizoen op gebied van ecclesia, op gebied van relatie. En naarmate dat dit gebouwd wordt, en ik hoop dat jullie als gemeente dat je daarin door zou gaan. Ik geloof dat de aanmoediging is van God om door te gaan ook met live groups, door te gaan met elkaar thuis opzoeken, brood delen. En ja, de samenkomsten. En ja, onderwijs. Zodat jullie als het ware iets kunnen doorbreken en dat jullie ook een nieuwe richting en bestemming in zou kunnen nemen, wat je van tevoren niet zou kunnen doen. Te midden van dit alles, ik geloof dat God ook in deze gemeente, maar in de kerk van Nederland, in Europoort International Church, ecclesia aan het bouwen is. Dat balans aan het komen is, zodat we ja de grote samenkomsten mogen hervatten. Ja, mogen doorgaan met onderwijs, maar dat we zoals nooit van tevoren zullen knallen op gebied van relatie, bediening, relatie en thuis het brood breken. Dus laat het resoneren in je hart. Het is niet één of de ander. Het hoort bij elkaar. Want zo heeft God Nemo geschapen. Amen? Alright. Cool. Ik moet de kids een beetje betrokken houden. Hè? Dus, mooi. Vandaag, Pinksterdag, werd al over gesproken. Hou geest is uitgestort. We gedenken dat de geboorte van de kerk van Jezus Christus is geboren. En ik heb vandaag een boodschap in mijn hart, waar ik al eigenlijk maanden aan het uitwerken ben. En ik heb het ook zeker tegen het einde meer toegepast op Pinksteren en wat daar gebeurde. En ik hoop ook dat het echt tot jullie hart ook zal spreken. Vorige week, als ik niet vergis, was er een vrouw hier die gesproken op Moederdag was dat over koning Esther en koning David. Klopt dat? Ja, precies. En ik geloof dat het erg inhaakt wat ik vandaag wil delen op wat daar ook gesproken werd. En ik wil vandaag hebben over koning en priester zijn. Koning en priester zijn, het thema wat door de hele Bijbel heen gaat. Koning en priester, het lijkt bijna op jullie kruis trouwens. Ik moest even checken, ik dacht, want zelf heb ik een foto gejat van jullie kerk of zo. Maar koning en priester zijn. En dit hele principe van koning en priester zijn begint in Genesis en gaat dwars door de Bijbel heen tot in Openbaring. In Genesis lezen we dat God zei, laten we mensen maken naar ons beeld, naar ons gelijkenis. En laten zij heersen. Laten zij heersen, heerschappij uitoefenen. Over de vissen in de zee, vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over de kruipende dieren die over de aarde kruipen. In Openbaring 1 lezen we, hem die ons heeft lief gehad en ons onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Genesis tot Openbaring komt koning en priesterschap als een thema voort. En nogmaals, het bouwt helemaal door de Bijbel heen. Want wij zijn geroepen om koningen en priesters te zijn. Geschapen door God. Koning zijn en koningschap betekent dat wij heersen over datgene wat God ons toevertrouwd heeft. Wij heersen niet over elkaar. Mannen heersen niet over vrouwen. Wij heersen over datgene wat God ons toevertrouwd heeft. En priesterschap is dat wij elkaar mogen dienen. Dat we God mogen aanbidden, hem mogen dienen. En dat wij verzoening mogen brengen tussen God en mens. De priesterlijke taak die wij hebben. En wat interessant om te melden is, en wat voor mij steeds heel interessant is geworden, is dat door de hele Bijbel heen, koningschap gaat altijd voor priesterschap. Die volgorde is altijd consequent. Koning, priester. Koningschap gaat voor op priesterschap. We hebben de leeuw en het lam. Toch? We hebben de eerste en de laatste. Begin en het eind. Alfa en mega. Koning, priesters. Dwars door de Bijbel heen zie je de principes gaan continu door. Eerst koningschap, vervolgens priesterschap. Laten we een paar voorbeelden met elkaar bespreken. De eerste, Mozes. God heeft in Exodus Israël uit Egypte gebracht. Grote tekenen, grote wonderen. Mozes is geroepen om koning als leider te zijn van zijn volk.
En na 3 maanden komen ze bij de berg Sinaï. Toch? En voor alle kids, wat gebeurt op de berg Sinaï? Staat op het plaatje? Stenen platen, de 10 geboden onder andere. Die wat God aan Mozes, aan Israël geeft. En we lezen dat en er is vuur en er is rook en heel veel drama. En mensen zijn helemaal wow. En Mozes die gaat heel moedig die berg op en die ontmoet God. En is God eigenlijk zo eng als hij op de berg zit? Nee, hè? Op een afstand denk je van, oh, God is wow. Maar als Mozes daar is, dan is God heel liefdevol. Er is een gesprek, er is vriendschap, er is relatie. En ook daar in Exodus staat er dat het Gods hart, hij zegt dat zij een koninkrijk van priesters zullen zijn. Een heilig volk. Het is Gods hart, koning en priester zijn. Maar dan is Mozes op die berg en God is aan het spreken. En dan heb je hoofdstukken lang de wet wat gegeven wordt. Het is altijd een favoriet als je de Bijbel leest om heerlijk door Numeri te gaan. En al die boeken en al die wetten te lezen. En oh. Maar wat interessant te noemen is, dat ook in het geven van de wet, in Exodus 20 tot 24, 5 hoofdstukken lang, spreekt God over de wetten van koningschap. Hoe het land regeerd moet worden. Vervolgens in hoofdstuk 25 tot 30, de volgende 5 hoofdstukken, spreekt het over hoe de tempel gebouwd moet worden. Dus eerst besteedt God aandacht aan koningschap. En vervolgens zegt, oké, dit heb ik gesproken. Oké, nu laten we het hebben over priesterschap. Laten we het hebben over de tempel. Laten we het hebben over de aanwezigheid en over aanbidding. 5 hoofdstukken koningschap, 5 hoofdstukken priesterschap. Koning en priester. En wederom, koningschap gaat vooraf aan de priesterschap. Als we kijken naar Jozua. Jozua was een krijgsheld. De volgende slide, leuke foto. Jozua. Jozua leidt de Israëlieten door de Jordaan. Naar het beloofde land. En ik heb deze plaatsen ook op zondagschool gezien. En ik heb nog leukere plaatsen gezien waar je de muur van water ziet. Je ziet walvissen zwemmen en haaien en allemaal leuke dingen achter in het water. En dan zijn al die mensen door de Jordaan aan het lopen. Wie kent dat allemaal? En er wordt heel veel aandacht besteed aan precies wat we hier zien. We zien de levieten en het ark van de verbond, de tegenwoordigheid van God die daar in het midden staat en de wateren. En de wonderen van God die verricht toen de levieten de ark van de verbond op hun schouders nam en in dat water ging stappen. En terecht ook dat daar een nadruk op gelegd wordt, want dat is spectaculair, dat is boeiend en dat is fascinerend om de kracht van God zo te zien. Maar als je Jozua leest, en we gaan een aantal versen daaruit lezen, ga je zien ook dat koningschap vooraf ging. En er staat in Jozua 3, en Jozua zei tegen het volk, reinig u, want morgen zal de Heer in uw midden wonderen verrichten. De volgende dag gaf hij de priesters de opdracht. Ga met de ark van het verbond voor het volk uit. En de priesters namen toen de ark van het verbond op en gingen voor het volk uit. Opdracht van Jozua. De priesters die het ark van het verbond met het Heer droegen, bleven precies in het midden van de bedding van de Jordaan staan, terwijl heel Israël overtrok tot de laatste man. En vervolgens lezen we, de Heer zei tegen Jozua, zeg tegen de priesters die het ark met de tekst van het verbond dragen, dat ze uit de Jordaan komen. Jozua gaf hun die opdracht en toen de priesters die ark van het verbond met de Heer droegen uit de Jordaan kwamen en de oevers betraden, hernam het water zijn loop en trad het weer buiten zijn oevers, zoals het eerder had gedaan. Wij leggen de nadruk op, wow, de priesters, ark van de verbond. Maar Jozua gaf de priesters opdracht om te doen wat ze deden. En het was Jozua die zei tegen de priesters, oké, nu is het klaar. De laatste schaapje is weer aan wal. Jullie mogen komen. En op opdracht van de koning kwamen de priesters terug. En de wateren vloeiden terug. En de vijand die achter hen aankwam, werd vernietigd. Koning en priesterschap. Koningschap wat vooruit ging. Als we kijken naar Richteren. Richteren staat dat zolang Jozua leefde, had het volk de Heer gediend. Dus ook in het beloofde land, toen Jozua de leider was, diende het volk de Heer. Maar zodra Jozua stierf en er was geen leiderschap
meer aanwezig, verviel het volk in afgoderij. En God richteren op. En zodra Deborah, Gideon, Simson, Samuel, dat soort richters heersten als koning, leiding gaven aan het land, diende Israël de Heer. Werd aanbidding hersteld. En zodra zij stierven, verviel het volk weer in afgoderij. En ook daar zie je dat wanneer de richteren er waren, dat er koningschap was, werd priesterschap hersteld. En wanneer de koningschap weg was, verviel ook het priesterschap. De Bijbel is er helemaal vol van. Onder de leiderschap van Samuel, de laatste richter, vraagt Israël om een koning. Eerst wordt Saul aangesteld als koning. Hij werd gezalfd, geroepen en gezalfd tot koning over Israël. En op de oppervlakte was hij een goede koning. Hij bracht leiderschap aan het volk. Hij had grote overwinningen over de vijand. Maar Saul, ondanks het feit dat hij koning was, die had niet een hart van een priester. Hij wist niet hoe het was en hoe hij God moest gehoorzamen. Hij wist niet hoe hij God kon behagen, kon aanbidden. En hij wist niet hoe hij de volk mee kon nemen in de wegen van de Heer. En wat gebeurde met Saulus' koningschap? Die kwam tot eind. Vervolgens wordt koning David geroepen en gezalfd wordt koning. Hele aanloop. En wat is de eerste wat koning David doet wanneer hij gevestigd is als koning? Jij weet het wel, maar jij had de eerste vraag ook goed. Wat is het eerste wat koning David deed toen hij koning werd? Het heeft met de Ark van de Verbond te maken. Bijna. Soort van. Dat kwam iets later, de tempel kwam iets later. Maar het eerste wat hij wilde doen is de Ark, de aanwezigheid van God, terugbrengen naar Jeruzalem. Zijn koningschap was gevestigd. En de eerste wat hij wilde doen was de aanwezigheid van God terugbrengen. Niet naar Israël, want de Ark van het Verbond was al in Israël. Het was buitgenomen door de Filistijnen, maar zij konden de aanwezigheid van God helemaal niet aan. En zij stuurden het terug. En de Ark van het Verbond was dus in Israël. In een kleine dorpje, bij iemand thuis, waar het verzorgd werd en God zegen die plaats en die mensen. Maar David is koning en de eerste wat hij wil doen is de aanwezigheid van God terugbrengen naar Jeruzalem. Het is interessant. De Ark van de Bond was al in Israël. Je zou denken, ja, het is in Israël. Top. Gods aanwezigheid is in het land. Prijs God, toch? Dat is toch prima? Maar er was iets in de hart van David die zei van, hey, ik wil de aanwezigheid van God op dezelfde plek hebben als mijn koningschap. Ik wil mijn koningschap en ik wil de tempel, de priesterschap, de aanwezigheid van God, wil ik op één plaats hebben. Want koningschap en priesterschap gaan samen. En hij nam niet genoegen mee dat het in het dorpje was. Hij bracht het naar de plek van heerschappij. En het is David die vervolgens de leiders en de leviet bij elkaar zeggen, kijk, jullie gaan je greep maken. Jullie gaan de Ark van het Verbond dragen. En het is David en de generaals van de legers die dansend vooruit aan de aanwezigheid van God gingen. Aanbiddend om de aanwezigheid van God terug te brengen naar Jeruzalem. Koningschap en priesterschap. En wederom, koningschap gaat vooraf aan priesterschap. Heerschappij gaat voor aan het brengen van de aanwezigheid van God. Hoe vaak dromen wij niet van priesterlijke daden? En we zitten om te dromen en we denken aan alle dingen die God wil doen. We dromen van dat we liedjes zouden schrijven. En dat we aanbidding zullen leiden voor duizenden en duizenden mensen. Dat we de zing-in bij opwekking mogen leiden. We dromen daarvan. Priestelijke dingen van aanbidding en groots voor God. Maar we vergeten dat we moeten regeren. En dat wij uren en uren en uren en uren moeten boeken. In oefenen, in oefening, in oefening, in oefening. Om ons instrument meester te maken. Zodat wij dat ook werkelijk kunnen doen.
Want één ding, als jij geen zuivere noot kan houden, ga je niet de zingen van opwekking leiden. En het vergt koningschap om dat talent en gaaf wat God jou gegeven heeft te beoefenen, te disciplineren en te brengen tot de plek waar je dat vanuit priesterschap met kracht kan gebruiken. Ik heb niet indruk dat het hier zo is. Ik ken aanbiddingsteams die zeggen, we willen een aanwezigheid van God hebben. Ja, we willen gewoon voor gaan. En dan kom je zondagochtend, oké, ben je klaar te spelen. Hey, zullen we dat lied nog een keer doornemen? Welke lied? Ja, die. Die is goed. Heb je hem geoefend? Ik heb hem wel doorgenomen. Komt goed, ik volg wel. En kling, 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 kling. Ja, ik heb het niet over jou, hè. Ik heb net over hem geprofiteerd. Het is veilig. Ik kan de gitarist als voorbeeld nemen. En dan, we willen daarmee schrijven van God. Maar vervolgens verzuimen we het om uren te boeken en discipline toe te passen om ons talent toe te trainen, zodat wij kunnen regeren over dit lied, zodat het kan knallen. We dromen ervan dat wij grote evangelisatieacties en projecten kunnen financieren en wezenhuizen kunnen bouwen. En heerlijk. Maar we verzuimen om überhaupt koningschap toe te passen in onze eigen financiën. En tiende en offers is al een grote, grote, grote uitdaging. En als je het hebt over financiën, en ik spreek er heel vaak over in uw rapport. Als wij priester willen zijn met ons financiën, om God te eren met de eersteling, met tiende, met offers. Dan gaat koningschap vooraf. Waar je gewoon met je rekenmachine en je Excel-sheet moet gaan zitten. Van hoeveel komt er binnen? Wat wil ik ermee doen? Als koning, wat wil ik dat mijn geld doet? Mevrouw Sanne en ik, we zijn dit in toenemende mate gaan toepassen. En we hebben gewoon samen gezeten en wij geloofden altijd in het principe van tiende. Dat stond niet de discussie, maar wij wilden God des te meer eren met ons financiën. En we hebben de eerste uitgave die wij willen maken, is ons tiendes naar God toe. Ons offers naar God toe. En wanneer ons salaris gestort is, voordat wij een ijsje kopen met de kids of wat dan ook, voordat we boodschappen doen, de eerste wat mevrouw Stan en ik doen, is wij eren God. Omdat wij willen als koningen heersen en wij willen dat ons geld eerst God aanbidt. Een priesterlijke daad. En wij zijn gewoon, hoeveel willen wij uitgeven aan boodschappen? Hoeveel willen wij uitgeven aan kleding? Zodat ons geld doet wat wij willen en niet dat wij doen wat ons geld wil. Hoeveel van jullie hebben kinderen met een gat in de hand? Ja, mijn kids zijn zo zakgeld. Als zakgeld zaterdag er is. Nou, ze willen 5 minuten later wil ze al in de speelgoedwinkel zijn. En je moet kinderen trainen. Oké, dat is niet verkeerd. Maar hoe ga jij geld uitgeven? Leer jij je kinderen om God te eren met hun zakgeld? Leer ze om te sparen. Leer ze om goed over na te denken wat ze willen kopen. Zodat zij koningschap kunnen toepassen. Want als wij koningschap toepassen in ons financiën, neemt priesterschap toe. Ik kan je garanderen. Er zijn veel mensen die zeggen, ik ga beginnen met tiende. En dan 3 maanden later komen ze en zeggen, Daniel, ik heb het geprobeerd. Het werkt niet. Het werkt niet. Ik heb nog meer schulden dan voorheen. En het breekt mijn hart. Maar het gaat niet alleen om alsof je als je tiende gaat geven dat alles magisch oplost. Het probleem ligt niet in je hart om priester te zijn. Je probleem ligt in koningschap. Zullen we even samen kijken naar je uitgaven? Zullen we even kijken naar je prioriteiten? Ben je als koning aan het heersen? Wij dromen ervan dat opwekking zou komen naar Nederland en naar de natie van de wereld. Maar we kunnen niet eens regeren over onze eigen agenda en dat tijd apart zetten om ons Bijbel te lezen, om te bidden, om te dienen in de kerk. Heer, breng opwekking. Hey, we zoeken nog mensen die eventjes veiligheid of hospitaal willen doen. Koffieschenkers.
En ja, ik weet het niet hoor, ik heb het druk. Ja, iedereen heeft het druk. Ik ben blij dat je het druk hebt. Betekent dat als het goed is dat je vrucht voort aan het brengen bent. Als we God werken, dan hebben we het vaak ook heel druk. Helemaal niet erg. Maar ben je druk bezig met de dingen die je zou moeten doen? Ben je over als koning aan het heersen over je tijd, zodat jouw tijd ook gegeven kan worden aan priesterschap? Koningschap gaat vooruit aan priesterschap. Het opent de deur. Maar we zijn allemaal geroepen en gezalfd om koning en priesters te zijn. Om koning te zijn en elkaar om te heersen en te regeren over wat God ons toevertrouwd heeft. Maar om priesters, om elkaar te dienen. Om God te dienen, hem te aanbidden. En verzoening te brengen tussen mensen en God. We dromen van opwekking. Maar we zijn te bang om ons vrienden en ons buren te vertellen over Jezus. We kunnen niet eens heersen over onze eigen emoties. En we laten onze emoties ons regeren. En we houden om überhaupt de genade van Jezus met anderen te delen. O Heer, zend opwekking. Ja, hij wilde sturen. Ben jij bereid om in je koningschap te stappen? Is de vraag. Jezus was geroepen en gezalfd om koning en priester te zijn. Leeuw en het lam. Hij was het Messias of Christus. Dat betekent ook de gezalfde. En Jezus werd gezalfd toen de Heilige Geest op hem kwam. En ik wil met jullie een heel interessant stuk lezen uit Matteüs. Over de doop van Jezus Christus. En ook daar heb ik een leuk plaatje voor de kids. Over de doop. En er staat toen Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, ik zou door u gedoopt moeten worden. En dan komt u bij mij. En Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in, zodat Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Jezus had geen zonde. Gedoopt worden is eigenlijk een priesterlijke daad van reiniging. De priesters wasten zich voordat zij de aanwezigheid van God ingingen. Het is een symbool van reiniging. Zowel fysiek als geestelijk reiniging, wat wij door Jezus Christus aan het kruis hebben mogen ontvangen. Jezus was zonder zonde. Tuurlijk had hij stoffige voeten en zo van de woestijn, maar hij hoefde niet gedoopt te worden als priester. Maar Jezus besefte dat als koning hij een voorbeeld was voor jou en voor mij. En dat als koning hij gehoorzaam moest zijn aan de wil van God de Vader, zodat alles vervuld zou worden. Staat hier, het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Jezus besefte als koning was het nodig dat hij de voorbeeld nam en zich liet dopen. En zelfs Johannes de Doper staat naar hem te kijken en zegt van, waarom? Dat hoeft toch niet? Je hoeft toch niet gedoopt te worden? Jij hoeft je toch niet te bekeren? En Jezus zei, en die zei ze als koning wel. Als koning heb ik het nodig om dit te doen. En het meest, misschien een van de meest, denk ik, belangrijkste dingen die ik vandaag aan jullie wil vertellen, heeft hiermee te maken. Is dat de Heilige Geest viel op de doordrenkte kleding van een koning. Jezus' kleding was doordrenkt met gehoorzaamheid aan God. Toen hij zich liet dopen. En de Heilige Geest viel op die doordrenkte kleding van een koning. Pas wanneer wij als koningen gehoorzaam zijn aan God. En de dingen doen die God van ons vraagt om te doen. In gehoorzaamheid valt de Heilige Geest op ons. Vaak weten wij donders goed wat wij wel of niet zouden doen, moeten doen of niet moeten doen.
probleem ligt in het toepassen daarvan. De Heilige Geest viel op doordrenkte kleding van een gehoorzame koning. En op deze Pinksterdag, ik vind het in stand om dat te benadrukken, want de Heilige Geest is gevallen op de doordrenkte kleding van zijn discipelen die gehoorzaam waren aan hem. Blijf in Jeruzalem en wacht op de Heilige Geest. En ze deden dat. En de Heilige Geest kwam met kracht. Ons kleding als koning moet doordrenkt zijn met gehoorzaamheid. Zodat priesterschap kan exploderen, als het ware, uit ons leven. Deze daad van gehoorzaamheid. Hierna ging Jezus de woestijn in, werd verzocht en kwam terug in de kracht van de Heilige Geest. En pas toen ging hij zijn discipelen benaderen en vragen en ging zijn bediening starten. Maar eerst was zijn koning doordrenkt met gehoorzaamheid. Vandaag is Pinksteren, 50 dagen na de opstanding van Jezus Christus. Jezus is naar de hemel teruggekeerd. Zo'n 10 dagen geleden, hemelvaart. En we vieren dat vandaag de Heilige Geest is uitgestort. Wind en vuur, geluid, schudden, de doop in de Heilige Geest, de kracht van God wat uitgestort werd op zijn zonen en dochters. Maar wat gebeurde er in de 10 dagen tussen hemelvaart en Pinksteren? Wat gebeurde er? Ja, Jezus was hier op aarde en openbaarde zichzelf dat is voor de hemelvaart. En dan ging je en dan was het 10 dagen stil. Maar in die 10 dagen, wat gebeurde in de hemel? Hebreeën onder andere schrijft erover. En het zei hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is. En de afdruk van zijn zelfstandigheid. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord heeft. Nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht. Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Tussen hemelvaart en Pinksteren. In de hemel werd Jezus getroond als koning in de hemel. De rechterhand van de Vader. Hem werd de naam boven alle namen gegeven. Alles werd onder zijn voeten gelegd als koning in de hemel. En toen de koningschap van Jezus gevestigd was, wat is het eerste wat Jezus deed? Hij stuurde zijn Heilige Geest. De geest van Jezus die uitgestort werd aan ons. En de Heilige Geest is in ons, hij is op ons om ons te bekrachtigen tot dienstbetoon. Zodat wij priesters kunnen zijn. Zodat we bekrachtigd kunnen worden om getuigenis te zijn van Jezus. En heel vaak denken wij van, oh, Heilige Geest is er, die gaat het wel doen. Maar we vergeten dat koningschap vooraf gaat. En ergens in ons systeem is er een verwachting dat God ons koningschap over gaat nemen. En de Heilige Geest gaat het allemaal doen. Nee. God neemt ons koningschap niet af. Wij mogen als koning heersen. En wanneer wij als koning gehoorzaam zijn en ons kleding doordrenkt is van gehoorzaamheid. En de Heilige Geest kracht is op ons. Dan explodeert de priesterschap. De verzoening, de werking van God door ons heen. En velen van ons zijn verlangend naar meer van God. Wij verwachten dat Gods kracht in toenemende mate vrijgezet wordt in ons leven. Vrijgezet wordt in ons gezinnen. Vrijgezet wordt in ons financiën. Vrijgezet worden in kerken, in whatever it is, in je bediening. En de Heilige Geest is daar, de kracht van God, de naam van God is daar om dat te bewerkstelligen. En hij zit te wachten dat wij als konings regeren, zodat er ruimte komt voor hem om te werken. Want wij zijn koningen en priesters, maar koningschap gaat vooraf. En wij mogen vandaag bekeren en we mogen kiezen om in ons koningschap te stappen. De dingen die jou tegen hebben gehouden. Om te zeggen van ik bekeer me ervan en ik ga gezag uitoefenen over datgene wat God mij toevertrouwd is. Misschien zijn het je financiën. Zijn je financiën ontspoord? Koningschap. En als je niet alleen kan, vraag iemand anders om jou te helpen. En ga koningschap uitoefenen in je financiën. En je gaat zien
dat de kracht van God vrijgezet wordt over je financiën. Misschien zijn het talenten. Misschien heb je het nodig om koningschap toe te passen over jouw talenten. En niet alleen maar verwachten, oh, Heilige Geest, doe het maar. Hij wil het wel doen, maar hij zit te wachten op jouw koningschap, zodat je talenten ontwikkeld worden, zodat hij meer ruimte krijgt om doorheen te werken. Misschien is jouw werk, misschien is je studie. Ben jij als koning aan het regeren over de verantwoordelijkheid die jou toevertrouwd is als werknemer, als werkgever? Want wanneer wij als koning heersen over datgene, dan ga je zien dat de werken van God in en door jou heen en de invloed die jou gegeven is in die bedrijf, gaat toenemen. Ben jij aan het heersen als koning over je verlangens en over je seksdrive? Zijn kinderen zelf, wat is seks? Vraag maar papa en mama. Ben je aan het heersen als koning over jouw verlangens, over je emoties? Koningschap. Ben je aan het regeren over je agenda, zodat je ook je tijd, God jouw beste tijd kan geven? Ben je aan het regeren over net je emoties, je angsten, die jou weerhouden om een getuige te zijn van Jezus, naar de mensen om jou heen? Koning en priester zijn. Zijn jouw kleding als koning doordrenkt met gehoorzaamheid aan God? En op deze Pinksterdag is het gepast, maar ik zeg maar, heb jij als koning de Heilige Geest uitgenodigd om met kracht te komen in jouw leven? Want de Heilige Geest wacht op jouw uitnodiging. Als jij nooit gekozen hebt om gedoopt te worden, dan is het tijd om als koning een besluit te nemen om gehoorzaam te zijn aan het voorbeeld en het woord van God. Als je nog niet de Heilige Geest hebt ontvangen, dan als koning mag je op je knieën gaan en zeggen: Heer, ik heb uw Heilige Geest nodig. Wilt u mij dopen met uw Heilige Geest? Je hebt het niet nodig dat ik of iemand anders voor jou bid. Ik werd vervuld met de Heilige Geest in een bidstond, omdat ik verlangend was naar God. Koning en priesterschap. En naarmate wij stappen in ons koningschap, zal God priesterschap exploderen. Zal zijn aanwezigheid in en door jou heen, zoals nooit tevoren, de levens van de mensen om jou heen beïnvloeden. Zullen we met elkaar gaan staan? Cool, dankjewel. En ik heb een hoop gezegd. En eigenlijk is het niet eens zo belangrijk wat ik gezegd heb. Maar het belangrijkste is, wat is de Heilige Geest tot jou aan het spreken? Welke onderdeel van wat ik vandaag heb gedeeld, mag jij vandaag een keuze maken als koning om van te bekeren, om over te regeren? Wat is de Heilige Geest aan het spreken? Welke gebieden van priesterschap heb jij laten liggen omdat jij verzuimd hebt om koning te zijn? Welke stappen mag jij maken? Niet vanuit veroordeling, maar dan vanuit de liefde en de aanmoediging van de Heilige Geest. Om verandering te brengen. En er zijn processen die vaak niet of niet altijd in de dag gebeuren. Ze kunnen in de dag gebeuren, maar vaak zijn het processen van week na week na week na week. Verandering brengen, heerschappij. Getraind worden, groeien. In je koningschap. En je gaat zien dat priesterschap toeneemt. Misschien is het in de opvoeding van je kinderen. Dat je verlangt om meer geestelijk betrokken input te hebben. Meer priesterschap in het huis te hebben. Hoe ga je als koning, als vaders en moeders, als konings, wat gaan jullie doen? Hoe gaan jullie regeren om dat ook te faciliteren? En wanneer je dat gaat doen en je consequent in zijn, ga je zien dat de aanwezigheid van God aan het werk gaat in je gezin. Misschien is het je financiën. Misschien is het je betrokkenheid in de gemeente. En juist nu, met deze coronatijd, waar alles zo stil heeft gestaan.
En dat je opnieuw moet bekeren in je koningschap om weer in actie te komen om elkaar te dienen. En zeggen van, ik heb er geen zin in, maar als koning kies ik ervoor om dat te doen. En dat je mag gaan dienen. Dat je de gemeente weer mag zien opbouwen. Misschien is het je life group bij elkaar thuis. Nu dat meer dingen mogen om te zeggen van, dit is belangrijk. Ik beslis als koning dat ik hierin ga blijven investeren. Ik ga in deze relaties en in mensen blijven investeren, omdat ik geloof dat het juist is om het leven te delen. Een tijd vrij te maken, zodat God dat ook in en door jou heen kan doen. Ik wil gewoon uitnodigen om je ogen te sluiten. En laat de Heilige Geest tot je spreken. En als de Heilige Geest tot je aan het spreken is, ga zaken met hem doen. Ga je bekeren. Vraag om wijsheid. Laat hem tot je spreken. En misschien ben je hier en misschien kijk je thuis mee en je kent Jezus niet als jouw Heer en Redder. En je hebt nooit de keuze gemaakt om Jezus aan te nemen. God heeft jou vrije wil gegeven. En als koning mag jij heersen over die wil. Om te kiezen wat jij met jouw leven wil. Jezus heeft alles volbracht aan het kruis. Als koning is hij gekruisigd. Een priesterlijke daad, de leeuw die gekruisigd werd als een lam. En jij mag kiezen om zijn genade te aanvaarden. Misschien ga je gebukt onder schuld en je hebt het nodig. Dat Jezus jou vergeeft en vrijspreekt. Van alles wat jou belast. Al die schuldgevoel. Misschien schaam je voor wat je gedaan hebt. En je bent bang dat als men zou horen wat jij gedaan hebt. Dat je niet geaccepteerd zou worden. God weet al wat je gedaan heeft. Hij houdt van je. Hij wil je vergeven. Hij wil je herstellen. Zijn armen zijn wijd open en hij wil je omarmen. Misschien ga je gebukt onder angst. En je bent zo bang voor de geestelijke wereld. Je bent bang omdat je deur hebt geopend in jouw leven. Die jij nu treisteren. Alleen Jezus kan je vrijzetten. Maar als koning heb je het nodig om je knie te buigen voor Jezus. Als koning is het nodig dat je met je mond beleidt dat hij Heer is. En dat jouw kleding als koning doordrenkt worden van gehoorzaamheid door Jezus te volgen. En als je het wil, wil je uitnodigen met mij mee te bidden. Zeg, Vader, dank u wel voor uw liefde voor mij. En Vader, ik vraag u om mij te vergeven. Was mij schoon, maak mij rein. Vandaag kies ik om Jezus te volgen. Ik buig mijn knieën, met mijn mond beleid ik dat Jezus Heer is. En God, ik geef u mijn alles. Vanaf vandaag wil ik voor u leven. Wil ik volgen waar u gaat. Ik zal doen wat u zegt. En ik zal leven voor u. Ik geef mijn leven aan u. En ik dank u dat ik nooit meer dezelfde zal zijn. In Jezus' naam. Amen. En voor jullie in de zaal, voor de gemeente. Ga aan de slag met wat de Heilige Geest tot jou gesproken heeft. Laat jouw kleding als koning doordrenkt zijn van gehoorzaamheid. En je zal zien dat de kracht van God in jouw bediening, in jouw liefde, in de verzoening tussen God en mens, in je getuigenis, gaat toenemen. Veel zegen.
Zo. Daar worden we stil van, hè? Tenminste, ik wel. En ik geloof, Daniel, en ik mag je daarmee bemoedigen, dat de boodschap die je ontvangen hebt voor deze gemeente, dat een boodschap was voor deze gemeente. Dus het heeft mij ontzettend aangesproken. En uiteindelijk kan het dan best confronterend zijn. Tenminste, dat ervaar ik dan zelf. Maar ik vind het mooi dat je weer een oproep gedaan hebt, dat we als koningen mogen gaan staan om als priesters te dienen. En ik heb ook die keuze weer gemaakt om als koning te gaan staan en als priesters te dienen. Mooi, dankjewel. En weet je, we kunnen zo naar huis gaan. Helaas, hè, mogen we nog steeds een koffie drinken. Alhoewel, de tijd zit eraan dat we dat wel weer gaan doen. Maar eigenlijk wil ik iedereen die aangesproken is zijn hart uitdagen. Om dan niet de deur door te lopen en weg te gaan. En dan, ja, oké, het was een mooie preek, we zijn weer aangesproken. Maar zoek eens iemand op en deel eens wat je heeft aangesproken. Gewoon kort eventjes. Dat we dit niet laten wegzuigen, weglopen. En als we over een week of vier, geloof ik, is weer een aanbiddingsdienst. Dat we de tijd hebben, een vrije dienst, een tijd hebben om getuigenissen te geven. Dat je weer terug bent hier en dat je gaat getuigen wat deze boodschap, de keuze die jij hebt gemaakt, wat die teweeg gebracht hebt. En ik ben ervan overtuigd, als we weer als koning gaan staan, als priesters gaan dienen, dat daadwerkelijk de Heilige Geest door je heen zal spetteren. En ik geloof dat we die bemoedigingen nodig hebben met elkaar, om sterk te staan in ons geloof. Dus ik wil jullie uitdagen. Spreek iemand zo meteen even aan voordat je weggaat. En wees over 4 weken weer terug. Volgende week uiteraard ook. Met een nieuwe spreker. Maar over 4 weken hebben we een vrije dienst. Dat we daadwerkelijk kunnen getuigen wat God in jouw leven gedaan heeft. Ik wil jullie daar echt te bemoedigen. Te oproepen. Verder mag ik zeggen dat de Heer Jezus gezegd heeft. Ik ga weg. Ik ga naar de Vader. En dat moet gebeuren. Want anders kan de Heilige Geest niet komen. En hij ging naar de Vader. En hij stuurde zijn geest. En wij konden de Heilige Geest, wij kunnen de Heilige Geest ontvangen. En Jezus heeft gezegd, ik ben met je, alle dagen, totdat ik terugkom. En daarom mogen we zeker weten dat de Geest in ons leeft en dat hij elk moment, in welke situatie, wat we ook tegenkomen, waar we ook mee te maken krijgen, zijn Geest is in ons en hij zal bij ons zijn. En daar wil ik jullie mee zegenen. Amen. Ik wil graag nog even iets zeggen. Wat ik wel heel bijzonder vind, waar jij vanochtend over sprak, Daniel. Een tijdje geleden ben ik het boekje gaan lezen van je vader over David's tabernakel. En ja, vond ik ook zo heel mooi. Daar ging het ook over die priesters en die koningen. Ja, dus ik vind het zo mooi. Daar was ik helemaal mee bezig. En van de week was ik bij Jiska en toen hadden we het daar ook over. En zij noemde ook wat dingetjes. En ook weer over dat, dat ging eigenlijk ook weer over dat boek. Dus ik vind het echt heel bijzonder gewoon dat jij dan ook daar eigenlijk weer over verder gaat, over dat koningschap en dat priesterschap. Mooi, Daniel. Wil je nog een nummer? Zullen we nog 1 nummer zingen? Want anders is het zo afsloten en is het weer klaar. Hè? Dus het is mooi nog om eventjes een nummer te zingen. En dan gaan we heerlijk elkaar opzoeken in naar huis.
zee.